Het is inderdaad een hele bijzondere onthulling. Dit plekje hier is best wel lang, ja, 8 meter, is afgesloten geweest. Echt wel openbaar terrein, maar ja, in 2000, eind 90 was hier echt was niet prettig. Er waren veel problemen met drugsoverlast, problemen met overlast, wat breder dan alleen drugs. En toen is het echt heel lang dicht gegaan eigenlijk. Mijn naam is Mella, ik werk voor de deurgemeente en ik ben wijkservice medewerker voor het Oude Noorden. En ik hou me bezig voornamelijk met de gebieden schoon, heel en veilig. En wat gebeurt hier allemaal? Nou, er is nu, zoals je ziet of kunt zien, een activiteit voor de bewoners, buurtbewoners. Buurtbewoners die tussen de Zwaanshals en de Zaagmolenkade inwonen. Dat is een festijn en dat is eigenlijk... voor het binnenterrein eigenlijk, omdat de binnenterrein eigenlijk nu een andere functie heeft gekregen. We willen eigenlijk dat de buurt daar wat meer mee, wat meer gaat doen op dat binnenterrein. Dat was altijd een beetje een levensloze binnenterrein. En we willen daar wat meer leven in gaan brengen. En vandaar dat we gezegd hebben, joh, we gaan een feestje organiseren. In het begin zodat we de buurt een beetje mee kunnen krijgen om in ieder geval wat meer activiteit te organiseren. De primeur is aan de moeders en de kinderen. Wij hebben dit project in 3 fasen gemaakt. De eerste fase hebben de kinderen een tekening op A4 gedaan. Daarna hebben we die tekeningen op die panelen overgeschilderd. Dat hebben we samen in samenwerking met Van Spijk, een kunstenaar die ons daarbij heeft geholpen. En dan ziet u het resultaat. We zijn tevreden mee, dus met dit feest is bij deze gewoon de 3e fase en het einde van dit project. We gaan volgend jaar door, dan gaan we gewoon het hele binnenterrein met deze schilderijen kleurrijk maken. Dus we gaan nog verder door. En wat vind je nou van dat het pleintje hier... Ja, het pleintje is wel gezellig. Heel leuk. Ja. Het is gezellig. Ja. Gaan we er wel veel gebruik van maken? Ja. Oh ja. Oké. En welke, kan je aanwijzen welke je hebt gemaakt qua schilderij? Ik heb meegeholpen met die hartjes. Ja. Met die vlinder. Met die vlinder. Ja. Ik heb meegeholpen met tekeningen gemaakt. Ik ook. Ja, samen. Okay. Nou jongens, lekker genieten allemaal. Hey. Nou, probleem wil ik niet noemen. Er waren in het verleden wel wat dingetjes gebeurd inderdaad. Met veiligheid, dan praat je over een paar jaar geleden hoor. Dat is in het begin dat er wat geloof ik wat junken waren die zich hier ophielden en wat drugs gebruikten en dat soort zaken. Maar dat is hopelijk vanaf nu verleden tijd. Hè. Dat heeft te maken dat we dus inderdaad de functie, de binnenstad gaat de functie krijgen. Daar willen de buurtbewoners wel bij betrekken. Nou, ik hoop dat de kinderen allemaal gaan genieten van het plein. Dat is onze doel. Wij gaan gewoon verder. Dat, de bedoeling dat binnenkort gaan we gewoon het overdragen aan de bewoners zelf. Deze blokhut wordt gebruikt als een plek waar ze vanuit activiteiten gaan opzetten. Ze hebben hier voor duurzaam gebruik verschillende materiaal. Dat kunnen ze gewoon zelf beheren en ook zelf activiteiten opzetten met ons hulp op de achtergrond. Oké, nou bedankt. We weten van me. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.